En welkom iedereen bij een nieuwe aflevering van Sessie Family! Yes indeed! En jullie hebben het al kunnen lezen aan de titel. Wat gaan wij doen vandaag? Wij gaan kefir maken! Yes indeed! Wil jij weten hoe je dit doet? Kijk naar deze video! Schatjes, deze hebben wij al vastgemaakt. Dit is een potgemaakte kefir. Hoe kan je zien dat deze klaar is? Ik hoop dat jullie het kunnen zien op beeld, maar hier... Ja, je ziet het. Hier zie je dus een doorschijnende laag vloeistof, als het ware. Dat is één van de tekenen waarop je kan zien dat jouw kefirdrankje klaar is. Dus wij gaan vandaag aan jullie tonen hoe je deze nu zeeft, zodat bloemetjes hergebruikt kunnen worden. Maar wij gaan ook laten zien hoe je nieuwe kefirdrank maakt. Het is poep simpel, mensen. Je zal het zien. En het eindresultaat is... Lekker! Inderdaad, een mega sessie. Dus we gaan er maar aan beginnen. We doen de pot open. Als je dat trouwens zelf ook hebt, mensen, zorg dat jouw bloemetjes zelf, de kefirbloemetjes... Zorg dat deze nooit in contact komen met metaal. Anders gaan jouw bloemetjes dood en dat wil je niet. Zeker als je weet hoe moeilijk je hieraan kan geraken in België. Oké, hier zien jullie de bovenkant van de kefirdrank. Deze hebben we trouwens gehad van het eerste vrouwtje. Dat was een kleine hoeveelheid. Dus ik ben benieuwd hoeveel bloemetjes erbij gegroeid zijn. Want inderdaad, mensen... Oh, dat ruikt lekker. Ja. Inderdaad, deze bloemetjes planten zichzelf voort. Ruikt naar echte kant-en-klare yoghurt. Het meeste is al ingepakt, mensen, dus we moeten roeien met de lepels die we hebben, zullen we maar zeggen. Dus vandaar dit wegwerplepeltje. Het eerste wat je namelijk moet doen, is eigenlijk voorzichtig. Ik hoop dat ik goed in het beeld ben. Dik. Maar je gaat dus eigenlijk heel voorzichtig, zodat je de bloemetjes niet kapot maakt, uiteraard. Maar je gaat deze drank met elkaar terug gaan vermengen. En amai, hij is lekker mooi dik. Dat kan ik u nu al zeggen. Ja. Waarom doe je dit? Dat is niet echt noodzakelijk, mensen. Maar zo gaat het veel gemakkelijker door de zeef. Super handig dus. Okidoki. Kijk, je ziet al een paar bloemetjes aan de lepel hangen. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Ja, kleine brokjes. Dus die willen we niet verliezen, mensen. Dus die gaan we mooi terug. Bij de rest doen. En dan kunnen we hem nu in de zeef doen. Are you ready? Zift. Yeah. Oh my god. Kijk hoe dik, mensen. So, we are making kefir yoghurt today. I'm gonna try to translate it also a little bit in English for the English viewers. This was the mix from milk with the kefir flowers. I have let it to rest for 84 hours. You can also take it out after 24 hours, but then you don't want to have a nice thick yogurt, just like I have now. So I like it to let them rest 84 hours. Dus ik zei daarnet, deze heeft nu 48 uur gerust. Ja. Je kan hem ook 24 uur laten rusten. Maar bij ons was hij dan nog niet echt zo, gescheiden. Inderdaad. Dus na 48 uur is jouw kefirjoghurt ook dikker dan na 24 uur. Ja, en bij mij, ik vind het lekkerste als hij zo wat dikker is. Dat hij nog altijd drinkbaar is, maar dat hij een beetje dikker is. Nee. Dat vind ik het lekkerste. Zo, dus daarna gaat eigenlijk met je lepelken een beetje gaan helpen. Zodanig dat we alle lekkere yoghurt hebben. Ja. So we sift this yogurt with the flowers. So we can keep the flowers to make some new yogurt. I'm just helping a bit to sift this yogurt out of the little flowers. So we don't lose anything from this wonderful drink we have made so far.
En dat is eigenlijk het eerste wat we doen, mensen. Dus, het enige wat je moet doen eigenlijk om de yoghurt te maken, is ziften, daarna in een fles gieten en de yoghurt is klaar. Het beste is natuurlijk om hem nog eventjes in de frigo te bewaren. Ja, ik had dat de vorige keer gedaan en dat was echt lekker. Oké, ik ga proberen om jullie de bloemetjes te laten zien. Zo zien de melkkefir bloemetjes eruit. Kan je het zien? Ja. Dus ja. Dit zijn de bloemetjes. This are the little yogurt flowers, the kefir flowers. We also have some water kefir in the house. But we never have tried this before and I'm going to make this in our new home. Dus we hebben ook waterkefir, maar die gaan we pas maken als we verhuisd zijn. En Lisa gaat al proeven. Is dat lekker? Up to the next one! Oké, let's take the big one. Dus hier zat er een halve liter melk bij, met deze. Hier zit er ook een halve liter bij. En hier, je ziet dat er hier iets minder in zit. Dit is 330 gram melk. Op 33 gram, hè? Ja, bloemetjes, ja. Oké, let's check this one. We have made all this yogurt the same day, so it is ready the same day. You can see it is the same look. See what we get in this one. Oh my gosh! I can see it is grown a lot. Oeps, ik kan sowieso al zien dat de bloemetjes enorm bijgegroeid zijn, mensen. Oh my god, ik hoop dat ik hem in mijn arm ook niet voor zit. Dus ik laat de pot even uitlekken. Jij hebt hem vast. Ik heb hem vast. Okidokie. So I can pull out. Als ik hem nu loszet, zit je hand in de kefir. Nee, dank u. So I can put out all of this little flowers at the bottom. Dus ik probeer echt alle bloemetjes eruit te krijgen, mensen. Want dat zijn de babybloemetjes. En die willen we niet kwijt. Ja. Dus het leuke is, mensen, eens je begint met je in je leven met kefir, kan je dat blijven houden. Inderdaad. Hoe oud je wordt. Zolang jij je bloemetjes goed verzorgt, dan heb je kefir voor de rest van jouw leven. Dank u, assistente. Dat is heel erg graag. You can see we get a lot in this one. So I just was saying in Dutch, as long as you take good care of your little flowers, your little kefir flowers, once you have the flowers in house, you have it for the rest of your life. So it grows and it grows and it grows. And Lisa, how is the taste? Mm-hmm. Oh my god, it smells so delicious. Whoop whoop! By the way, mensen, terwijl ik hier toch even aan het wachten ben op deze ziftpartij, zullen we maar zeggen. Ik zou even heel graag een shout-out willen doen naar iemand, want wij hebben namelijk terug een giveaway gewonnen. Deze keer van een nagelkanaal. So, while I'm waiting for this yogurt to come out, I want to give a shout-out to a very nice nail channel. We have win two giveaways. Dus er zijn eigenlijk twee giveaways gewonnen, mensen. Het ene gaat iets later opgestuurd worden door de bruis. But I'm going to give two shout-outs. I want to give a shout-out to Nails of Interest. Yay! Yes, indeed, baby. Thank you for the win and the giveaway. I am very, very, very happy. Dus van Nails of Interest heb ik een color change gel gewonnen. So I have one color change gel from Nails of Interest. And I also win another giveaway from Pumpkin's Nail Studio. Hey! Yes, indeed. I have won something from She Modern. So thank you very much, sweetheart. I'm very happy with this
2 wins in this 2 separate giveaways. So you 2 girls have a nice shout out in this video. I hope you like it. Dus lieve mensen, dus haar alsjeblieft even naar Nails of Interest en Pumpkin Nails Studio. En abonneer even. Toon hen jullie liefde. Show them your love. En support the channels. Je zou er mij een heel groot plezier mee doen. Ja. Oh my god, it keep on en going. En hun ook. En hun gaan jullie ook een groot plezier. Even klikken op de linkjes. Hey. Dat was een vette geluidje. Dat was echt een vette geluid. Oké, dus hier we have the flowers in this one. Greeting. Ja, zo. Oké, up to the last one. Op naar de laatste. Hier hebben we de laatste. Je ziet dat het minder is, dus ik ben super benieuwd hoe het met deze gesteld is. Ik denk het ook goed hoor. Oh ja, als je ook kefir maakt, mensen. Altijd voor zorgen dat je hem op een donkere plaats laat rijpen, zeg maar. Of anders gaat het slecht worden, hè? Of yes, niet waar. Oh. But for the best results, you have make this kefir yogurt in a dark space. Don't put it into the fridge. Zet het niet in de ijskast terwijl je maakt, maar op een donkere plaats, bijvoorbeeld in een kast. Ja, staat die in een kast. Don't put it in the fridge, but you must let it stay on a dark place. So we are placing it into a closet in the kitchen. Ja. Oké, let's see what we have here. Oh, en die geur, oh. The smell is delicious, I tell you. Wee. Oké, even terug te samen doen. Oh my god, maar ze gaat niet geloven hoeveel yoghurt dat we hiervan hebben. You are not going to believe how many. Je ziet het in de schaduw van de pot. Daar gaan ze heel veel yoghurt. Oh, you can see it in the shadow of this bowl, my girls say. Ja, je ziet het goed hoor. Je ziet zo'n donkere rand. Dat is zeker een kwart, hè? Iets meer dan een kwart, denk ik. Ik denk, ja. Bijna de helft. Zie, ik denk dat volgens mij toch zeker wel een liter en een half yoghurt zal zijn. I think we are going to get 1.5 liter. Ah, dat is goed voor in zo'n wekpot. Yoghurt, inderdaad. We hebben ook zo nog van die wekpotten van 2 liter. Daaraan kan je het hier onderaan aan de pot zien. Ik weet niet of jullie het zullen zien op camera. Deze is trouwens ideaal voor de waterkefir, want daar heb ik dus een wekpot van 2 liter voor nodig. Dus ideaal! En zo hebben we er 2, dus in totaal hebben we 4 liter. Met zo'n ene. En zo'n cola fles hebben we ook. En dat is 1,5 liter. Dat is een 1,5 liter. Dus als je ook een cola fles of een andere frisdrankfles gebruikt, is super goed uitspoelen, mensen. Ja, dat hebben we. Maar deze gaan wij gebruiken om de yoghurt in te bewaren. Hoewel, lang gaat dat hier niet mee gaan volgens mij. Nee, zeker niet met mijn neus. Hoho. Inderdaad, de girls zijn er zeer gek op. So, you can see a bottle of soda light here. That is to storage the yogurt in when it's done. Just make sure you rinse it out very well. And then you can use it to put in your yogurt. Okay, I think this one is finished. Ik denk dat deze klaar is. Kijk maar, er blijft dus gewoon uitkomen. Ongelooflijk. Oké. Okay. Willen jullie zien hoeveel yoghurt we hebben, mensen? Do you want to see how much we get? Ik zal naar zo, dit is de yoghurt. Vind je het te donker? Want voor mij lijkt dat heel donker. Ah, oké. Okay. Het valt mee, het licht. Dus het is echt veel, hè, mensen. It is a lot of yoghurt. Look moet at zien. This beautiful, beautiful yoghurt. Ik ga niet meer kijken wat ik krijg. Dus eigenlijk als ik hem nu in de frigo laat, en als ik hem nu zou laten rusten tot morgen, dan treedt eigenlijk de tweede fermentatie op gang, zeg maar. Dus de eerste fermentatie was als we de bloemen bij de melk doen, wat we nu opnieuw gaan doen. Ja.
En de tweede fermentatie is eigenlijk als ze hem laten rusten in de frigo. En dan wordt hij ook toch wel zeker dubbel zo dik of wat hij nu is. Dat zijn nogmaals de bloemetjes. Beter. The little flowers. En dit is yoghurt. Yum. You are going to see how easy it is to make this yoghurt. Let's make some yoghurt again. We gaan terug yoghurt maken. Dus we gaan eens kijken hoeveel bloemetjes er in elke bokaal zitten. We gaan beginnen met de pot waar het minste in zat. Nu is het al een beetje vermeerderd. Wel, dat hopen we. Gisteren was 33 gram, dacht ik. Ja. Yesterday we had 33 grams in this bottle. 33 grams of flour. So I'm... Oh my god, it's... How many? 44! 10 grams! We get 10 grams extra in 2 days. In 84 hours. Dus lieve mensen, we hebben 10 gram extra. Eigenlijk op 48 uur. Hoe cool is dat? Dus onze bloemetjes doen het blijkbaar heel erg goed. Leuk om te zien. Dus 46 gram was dat. We gaan dat er eens terug in de bokaal doen. Je hoeft deze niet uit te spoelen, mensen. Want je moet sowieso een beetje yoghurt bij de maal doen om het beste resultaat te hebben. Dus, hoeveel hadden we? 46, hè? Ja. Dus dat is een halve fles, dus dat wil zeggen een halve liter. Shake it a little bit up. Je bent ook het beste dat je volle melk gebruikt voor, het beste, ja. Voor de beste smaakervaring. Gebruiken wij altijd volle melk. Je kan het ook doen met halfvolle melk. Ze raden wel af om het met magere melk te doen. Waarom? Omdat deze bloemetjes leven van de lactose die in de melk zit. Ja. Dus met andere woorden, veel mensen weten dat niet. Maar je kan kefir drinken als je lactose allergisch bent. Omdat de bloemetjes al de lactose opeten die in de melk zitten. Dus goed nieuws voor de mensen met lactose allergie zou ik zo zeggen. Energie, ook iemand zie. Just smell it, het is oké. Okay. Ook nooit melk gebruiken die rechtstreeks uit de frigo komt, mensen. Dus altijd melk gebruiken op kamertemperatuur. Dus ik weet dat ik dat er volledig mag in doen. Het is een halve doos. Zo. We zijn er bijna, peoples. We are ready. Just stir it up. Nog enkel even de bloemetjes goed onder de melk roeren. Ik ben deze ook al aan het schudden, hè? Dank je. Want... En tegelijk ook de yoghurt die aan de randen hing. Mooi in de melk doen. Mooi meer roeren. En we are done with this one. It's easy like that. Just pick your flowers, put them in a bowl, measure it up, put your milk inside with the flowers, close it up, and put it in a dark space, but not in the fridge. Ready to rumble! Oké, mensen. Nou, alsjeblieft. Deze ga ik dus al in de kast zetten, hè? Ja. Voor de veiligheid. En ook zo min mogelijk mee schudden, hè, jongen? Inderdaad. Want als dat bij elkaar zit, zo weinig mogelijk met schudden, mensen. Oké, ik zie dat hij al op nul staat. Ik wil jullie het ook kunnen zien. Dus even kijken hoeveel er hier nu in zit. Gisteren, hoeveel was het gisteren? 100? Nee, 500. 50, sorry. Ja, 50. Dus gisteren was het voor 50 gram. Dus benieuwd hoeveel het vandaag is. Het zou meer moeten zijn of toch op zijn minst hetzelfde. En dit was 1 liter. Tezamen, hè? Ja. Oké, we get 66 grams. And we had 50 grams 84 hours ago. So, oh my god, it's still growing while it is on the scale. Did you see it? Ik weet niet of jullie iets gezien hebben, maar het blijft gewoon groeien terwijl het op de weegschaal staat. Van 66 naar 67. Dat wil dus zeggen dat we 16 gram extra hebben op 48 uur. Goed bezig, lieve bloempjes. Oké, hoeveel zit er in de fles? 1 liter. Oké, dus we moeten deze gaan we hier terug in doen. We gaan put my flowers back in this container. Just like that.
But now we must measuring the milk also. Dus nu moeten we ook de melk afwegen. We're gonna put this on the scale, put it out and put it on again. So we have zero to start. Dus we zorgen dat we op nul kunnen starten, dat hij de bokaal eraf getrokken heeft, zeg maar. Zo. Dus het is wel handig aan ons weegschaaltje. Inderdaad, dat geluk heb je wel met elektronische weegschalen. Ja. Die zijn je dan heel goed geschud, zie ik. Ja. Met want dan kan komt... je soms zo... Ja. Oké, let's put it in. Want dan heb je de romige... Dit is 100, 200... Dus we moeten 500 milliliter hebben, mensen. Nee, nog niet. We must have 500 ml. Oh, bijna. You can have a little bit more of a little bit less. Don't worry about it. Een klein beetje. Ja, het mag iets meer zijn eigenlijk. Oké, okay, perfect. So, this one we are going to do with the last flowers. Standing over there. Dus als je met half liter zegt, is het heel gemakkelijk. Er zit een liter melk in een fles of in een doos. Dus je weet gewoon dat je de melk in twee moet delen. Even mooi roeren, net als net. Dus je ziet het, mensen. Eigenlijk kunnen zelf je kinderen dat maken. Het is echt letterlijk wat ik nu aan het doen ben. Dat is niks eigenlijk, hè. Met al twee. Ah, ready! 1 à 2 dagen laten staan en dan. Yes, indeed. So, I just was saying in Dutch, my dear friends, it's very easy to make. You can see it. It's only that. So, if you like to, even you kids can make this on their own. It's so, so easy. Let's see how many we got. Yesterday it was 50, I think. 47, 47, zie ik dan nu goed? 74. Ja. Oh my god, it's doubled. It's doubled in weight almost. Het is bijna verdubbeld. Dus deze portie doet het blijkbaar super goed, mensen. Jullie zien het zelf. Hè, Lisa? Ja. Als we hem gemaakt hebben, was het elk 50, 50 en 33, hè? Ja. Dus oh my god, people! Want oh my god. Was 1 liter That's van die andere mevrouw. Ja. Ze had 1 liter meegegeven. Oh my god, I'm in shock. I'm in shock. Oké, okay, I'm gonna put this back in this nice jar. Just like that. Always check of there are no flowers behind. Altijd controleren of er geen bloemetjes achterblijven. Ja. In jouw kommen, dat zou maar zonde zijn. En nu de rest van de fles melk erbij doen. Yes, toch? Indeed. Ja. Dus we hoeven hem niet meer af te wegen, want we weten dat er nog een halve liter in zit. Nou, dan ga ik deze al wegzetten. So we don't have to measure it out. We know there is 500 ml left in this bottle. So it's very easy to do now. Just pour the milk on the flowers. Close the jar up. And you're ready to go. Way. And this is leeg. Way you. Just like that, people! Heb je koos? I forget to stir, people. Yeah, I was a little bit too fast and too happy because I want to put the real yogurt into the bottle. Daarom moet je echt zien dat deze zo dik is dat de lepel er zelf niet eens invalt. Hij ligt er dus gewoon letterlijk op. En dan doen we deze dicht. Alrighty. Dus het gemak is, mensen, aangezien we nou morgen verhuizen. Ik hoef mij morgen geen zorgen te maken om deze puppies. Nee, want je hebt ze al gemaakt. Inderdaad, dus overmorgen. Zijn ze klaar. Zijn ze ready. En dan hebben we terug van die mooie, lekkere, dikke yoghurt. Ja! Oké, die mag in de kast terug. Nee. Oké, gelijk dat ik dacht. Mansie heeft gelijk. 1,5 liter ongeveer.
Die is letterlijk tot aan het einde van de vlakker eigenlijk, waar dat die was, heeft die gevuld. Dus vroeger had ik zo een waterfles mee naar school, de helft gevuld. En ik vond het zo lekker dat ik op het einde van de dag met een lege fles naar huis kwam. Dus kijk eens aan mensen, het resultaat. Jullie zien het. Super gemakkelijk om te maken. Niet moeilijk. Dus gooi je bloemetjes in melk, 2 dagen laten staan in een donkere ruimte en klaar! En nooit met metaal. Ja. Aan de bloemen. Ja. Super belangrijk. Ja. En we hebben nu deze yoghurt en in deze yoghurt zit er momenteel niets, maar niks van suiker, ook geen suiker zo. Niks. Wij doen er... Grenadine siroop in. Wel, zorgen dat het is verdund. Het is echt als siroop. Want wij gebruiken deze nu van een Delijze. Je kan daar nootjes in doen. Je kan daar het roodfruit in doen. Je kan daar hagelslag. Je kan van alles. Je kan er van alles bij doen waar dat je eigenlijk goesting in hebt. Dus het is super handig. Je kan het zelf pimpen als je. Dus stel je voor, je hebt nu deze yoghurt gemaakt en je zegt, ik eet dat liever zonder zoetstoffen. Kan dit ook. Dit kan ook nog altijd zonder zoetstoffen. Dus als je vindt, ik vind het zo lekker, kan je dit zo ook opdrinken. En ja, je kan er kiezen hoeveel suiker je erbij doet, hoeveel nootjes, hoeveel ditjes en hoeveel datjes en zo. Ja, bij ons, mama had de vorige keer... Deze grenadine bijgedaan. En die smaakte echt zo naar zo van die glazen potjes yoghurt. Die stevige donkerroze yoghurt. Die vind ik super lekker. Dus ja, die smaakte daarnaar. En dat vond ik een topper. Dus geef deze beetjes een bruil. Ja! En stay. Sassy. Sassy! Dag!